voetballen waar en wanneer het jou uitkomt. Heel gaaf dat onze investeerders ook geloven in die droom, omdat we echt daadwerkelijk de grootste voetbalclub van de wereld kunnen worden. Onze ondernemende gast vandaag is Joep Lamme, medeoprichter van FC Urban, wat de grootste voetbalclub ter wereld moet worden. Joep, ja. Dat je er bent. De grootste voetbalclub ter wereld. Hoeveel leden heb je dan nodig? Ja, dat is onze droom en ons doel om dat uiteindelijk te worden. En ja, we vinden wel dat we dan, als we met 30.000 leden zijn, dat we wel de grootste voetbalclub van de wereld zijn. We zijn het al. Nee, dan zijn we de grootste club van de wereld. Okay. Ja, dus daar streven we hard naar om dat te bereiken. En hoeveel moeten jullie er nog? We moeten er nog wel 29.000 moeten we nog al gaan. We hebben nu iets over de 1000 leden. Dus ja. We hebben nog een goede weg te gaan, maar wel haalbaar. Vertel eens even, FC Urban, wat is het? Ja, FC Urban, dat is eigenlijk voetballen waar en wanneer het jou uitkomt, zonder die verplichting naar dat vaste team. Dus we hebben een app hebben ontwikkeld waar je alle wedstrijden ziet. Dus stel vanavond om 7 uur zie je een wedstrijd in het Westerpark. Meld je aan, dan ben je welkom met een vriend of in je eentje. Dan zorgen wij dus dat de goals zijn opgebouwd in het Westerpark. Dat daar een Urban Masters, dat is de scheidsrechter. Dus die zorgt dat de hesjes zijn, dat de ballen zijn. Deelt de teams in. Dat doen we allemaal op gelijkwaardigheid van de software die dat bepaalt. En hij houdt ook alle statistieken bij. Als je een goal maakt, dan zit die goal. Dat zie je dan de dag daarna in het platform. Ja. En daardoor kan je eigenlijk voetballen waar en wanneer het jou uitkomt. En dat doen we nu in 4 landen en in 10 steden. Geinig. En in welke landen zitten jullie allemaal? We zijn nu in Valencia, Spanje, Parijs, Frankrijk, Londen, Engeland. En in Nederland zijn we in Utrecht, Rotterdam, Nijmegen, Amsterdam, Groningen. De grote steden. Ja, de grotere steden. Ja. Ja. En geboren uit eigen behoefte? Ja, zeker. Ja. We zijn samen met mij een compagnon, Kees. Daarvoor waren we aan het ondernemen. We waren toen nog wel een loondienst. Maar deden we erbij. Toen waren we een brainstormdag. En toen kregen we allemaal appjes van het voetbalteam waar we bleven. Terwijl we ons gewoon hadden afgemeld. Ik dacht, dit werkt niet. Dit is precies de reden waarom ik ga stoppen. Want ik ben de hele zondag kwijt. En als ik een keer niet kan, dan krijg ik het team over me heen. En dan wil ik een keer trainen op een woensdag. En dan staan er 3 mannen op het veld. En dan gaat die training niet door. Dit werkt niet meer. Dus waarom kunnen we eigenlijk niet een model verzinnen dat je kan voetballen waar en wanneer zonder die verplichting, maar wel echt die fun van dat team eigenlijk. Zo zijn we begonnen 1 april 2017. Maar gelijk het Eureka moment van dit... Ja, eigenlijk wel. Toen zijn we meteen dat gaan uitwerken. Toen hadden we geluk dat we heel snel een eerste investeerder konden vinden. Toen hebben we de eerste wedstrijd gespeeld 1 april in het Vondelpark. Toen nog met vrienden en bekenden eigenlijk. En toen eigenlijk werd dat al heel snel werden dat onbekenden. En binnen een maand werden we verschillende wedstrijden in Amsterdam met allemaal onbekende mensen die lid werden van FC Urban. Dus dat was een heel gaaf moment. Ja, en speel je nog steeds mee? Ga je vanavond? Ja, wel wat minder. Maar wel, we voetballen wel nog mee. Ja, Kees met de kopwil is wat beter. Die doet wat beter in de statistieken. Maar we voetballen zeker nog mee, ja. Maar het klinkt nou wel heel simpel. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Maar is het ook zo simpel? Uiteindelijk, we willen gewoon... We zijn heel snel van 0 naar 1000 leden gegroeid. Dat is eigenlijk, denk ik, het moeilijkste moment. Hoe je die massa bereikt. We willen dus naar die 30.000 leden. Denk ook dat dat kan. Ik bedoel, de KNVB heeft 1,2 miljoen leden. Dus waarom zouden wij niet 30.000 leden in 4 landen kunnen halen met een model wat meer inspeelt op de behoeften, die flexibiliteit. Ja. En goedkoper is. Want dat betaalt een tientje per maand. Dan kun je onbeperkt voetballen. Dus dat is wel, daar zit wel veel werk in. En hoe maak je die teams gelijkwaardig? Hoe zorg je dat het in steden wordt uitgerold? Dus achter de schermen is er heel druk bezig. Iedereen denkt dat het vanzelf gaat, maar dat is natuurlijk niet zo. Want wat zijn de grootste uitdagingen? Is dat inderdaad het bereiken van... Bereik van, dat is een grote uitdaging natuurlijk. Eigenlijk zijn 3 factoren. Urban players, dus de leden. De urban masters, dus de scheidsrechters. Hoe krijg je die? En de urban spots, dus dat zijn de velden. En velden kan variërend van gras in de parken, maar het kan ook op een dak van een hotel zijn. Het kan in een gymzaal zijn, het kan in de rij zijn. Allemaal verschillende, of op een voetbalveld. Dus 1, hoe krijg je die velden? Hoe heb je die Urban Masters? En dan kan je wedstrijden inplannen en krijg je weer nieuwe leden. Dus eigenlijk dat spel, die dynamiek, daar zijn we de hele dag mee bezig. Wat was de tofste plek waar jullie hebben gevoerd? Ja, het is wel het dak van 64 meter in Noord. Amsterdam-Noord zit een voetbalveld op de Student Experience. Daar hebben we samenwerking mee. Daar voetbal 64 meter hoog, uitkijkend. Dus dat is wel echt een hele... En de rij is ook een heel gaaf plek. Verlaten fabriekshal. Ja. Dus dat is ook wel een mooi veld.
Ja, tof. Hey, en het is een serieuze business. Getuigen ook de investeringen die jullie eind 2019 hebben binnengehaald. Maar dat ging om een bedrag van 6 ton, hè? Ja, wel verspreid over, als we natuurlijk weer een aantal leden halen, maar in totaal 600.000 euro. Mm-hmm. Om inderdaad te groeien. Heel gaaf dat onze investeerders ook geloven in die droom, omdat we echt daadwerkelijk de grootste voetbalclub van de wereld kunnen worden. Dus ja, dat is wel heel fijn dat ze daar ook in geloven. En voornamelijk zie je heel erg mensen vanaf een jaar of 18, die stoppen eigenlijk allemaal met teamsport. Ja. Het is niet dat ze het niet meer willen, maar het komt gewoon niet meer in hun levensstijl. En dat is waar FC Urban op inspeelt. En dat zien ze ook, dat wel inderdaad kan werken. En nou weet ik dat er veel mensen kijken die zelf de ambitie hebben om hun bedrijven tot grote hoogte te laten stijgen. Ja. Dus laten we eens eventjes inzoomen op die 6 ton. En dan met name op het proces hoe je investeerders zover krijgt om dat naar je over te maken. Ja. Waar vind je die mensen? Ja, nou ja, we hadden wel het netwerk, hadden we al, gelukkig, waar we daarvoor werkten. Want waar was het? Ja, het is Made in Scotland, het is een netwerkorganisatie. Er zat daar een golfbaan zat daarbij en daar liepen best wel vermogende mensen rond. Goed en, veld. Dus dat was heel fijn. En ja, het is gewoon heel erg je verhaal, dat ze daar echt wel in geloven. Dat ze geloven dat je ook daadwerkelijk de grootste voetbalclub van de wereld kan worden. En dan moeten ze je overtuigen. En dan op een gegeven moment zien ze het. En dan komt het volgende spel dat je het formaliseert. Ja. Dus we hebben een mooie voetbal, een FC Urban bal, dus de eerste bal. En daar staan alle handtekeningen van alle investeerders op. Dus dat is voor ons het eerste tekenmoment als ze zeggen, ja, ik wil het. Hè? En dan tekenen ze een handtekening op de bal. Dat is eigenlijk het startpunt voor de next step. En 30.000 leden als doel om de grootste te worden. Zit het break-even point daar al? Nee, die zit daar wel onder al. We zijn nu nog vol aan het investeren. Dus nu gaat al het geld nog naar van marketing en sales om daarbij te komen. De kosten zitten voornamelijk die Urban Masters, de scheidsrechters, spots. Sommige zijn onbetaald, sommige zijn betaald. En het vaste personeel wat je in een stad, eigenlijk in een land eerst nodig hebt. We geloven wel dat je echt een aanspreekpunt in elk land moet hebben in het begin. Die het kan opstarten en die kan je dan al eventueel later eruit kunnen. Ja. Dus daar zitten nu nog de kosten in. Ja. Ja. Eigenlijk zijn jullie dus heel erg snel over de grenzen gegaan al. Hè? Ja. Naar Spanje, naar Frankrijk, naar Engeland. Ja. Hoe handig is dat? Want je hoort natuurlijk vaak ondernemers zeggen van, nou, doe dan eerst even de focus, één ding tegelijk. Ja, nee, dat was eigenlijk ook niet. Dat kwam inderdaad echt al heel snel. Dat was al na een jaar waren we al in Londen. Dat kwam eigenlijk een beetje op ons pad. We kregen onwijs veel e-mailtjes en appjes van fanatieke voetbalspelers die vragen om het naar hun land te krijgen, wat heel tof is. Ja. Maar dit was een speler uit Amsterdam die weer terugging naar Londen. En zei, ja, ik wil dit niet kwijtraken, dus ik wil heel graag dit meenemen naar Londen. Dus kunnen jullie me daarmee helpen? Dus toen hebben we een eigen model bedacht dat werkt voor ons. Dus toen waren we over de grens. Ja. Heel snel. Maar je moet wel inderdaad focus hebben wel op die steden. Je moet, dat was in het begin, deden we denk ik ook nog te veel randsteden erbij. Bijvoorbeeld in Amersfoort wilden we dan ook, omdat we dan weer een aanvraag hadden daar. En je ziet wel dat we echt wat grotere steden moeten zijn. Dat werkt, dit model. Hm. Ja. Ja, en bijvoorbeeld in Spanje, daar zitten jullie dan in Valencia. Ja, Valencia. Is het dan de ambitie om in Barcelona, Madrid? Ja zeker. Ja. Ja, dus we beginnen wel de studentensteden. Nou, Valencia is een topstad daarvoor. Hm. Dus dat zijn we nu een maandje of twee zijn we er actief. Nu inmiddels 40 leden in Valencia. Dus dat is best wel. Zijn we best trots op dat we daar best wel snel tractie hebben. En ja, graag in Barcelona, Madrid. Ja, wij kunnen niet wachten. Ja, ja. Is het dan een soort franchise-model? Zodra er iemand opstapt die zegt van, doe mij Barcelona. Nee, we hebben geen soort verkapte franchise-model. We hebben echt gezegd, je krijgt een deel van de omzet tot 150 leden. En daarna wordt het weer herzien. Dat je echt in het begin even een sprint kan maken. En we geloven echt dat het ondernemerschap eigenlijk van die spelers, dat je daar een mooiere dynamiek krijgt.
Is het voor veel mensen ook geen reden om te gaan sporten, het sociale aspect? Hè? Dat je gezellig vrienden wordt met je leden uit je team. Ja. In dit geval kom je eigenlijk altijd bij andere mensen terecht, toch? Ja, het is heel erg belangrijk, ook die FC Urban Community eigenlijk. Mensen kunnen inderdaad in hun eentje komen, met een vriend komen, met meerdere. Maar die software die zorgt eigenlijk dat het altijd gelijkwaardige teams is. Want we vinden het belangrijk dat het potje tot de laatste minuut spannend is. Mm-hmm. Dus daar hebben we een heel model hebben we daarvoor ontwikkeld, dat we dat kunnen voorspellen. Dat vinden mensen in het begin even moeilijk, dat echt van het vaste team. Want wij geloven niet dat dat werkt. Dus kunnen ze zich eigenlijk, worden ze eigenlijk altijd ingedeeld. En dat vinden ze eigenlijk nu heel erg leuk, omdat die wedstrijden gewoon tot de laatste minuut spannend zijn. Hm. Ja. En een lid, hoeveel potjes speelt hij gemiddeld per maand? Ja, gemiddeld 2,5 wedstrijd per maand. Dat is gemiddeld. Maar je hebt sommige uitschieters van 20 of 30 wedstrijden die spelen. Dus daar is het, die betalen volgens mij 5 cent per wedstrijd. Dus dat is maar dat vinden we ook heel fijn, dat ze dat er gewoon goed gebruik van gemaakt wordt. Hm. Ja. En wat zijn de ambities, denken jullie, aan uitbreiding van met andere sporten? Of, Nee, daar geloven we. We geloven wel dat het in andere sporten kan werken. Maar we geloven echt dat we eerst die voetbal echt moeten domineren. En dat we dan pas daarna eens kunnen kijken naar andere sport. Nu is die propositie ook heel duidelijk. Voetbal waar, wanneer het jou uitkomt en niet. We doen eigenlijk alles waar. En dat wordt te vaag. Dus echt vol op voetbal gericht. Hm. En die markt van voetbal is echt by far de grootste sport qua leden kunnen halen, denken wij. Ja. En dus heel erg met die statistieken bezig. Ja. Wat spelers natuurlijk geweldig vinden. Ja. Hè, van hoe vaak scoor ik nou eigenlijk en hoe hoog steek ik boven het maaiveld uit. Jullie gaan binnenkort ook komen met een model waarbij jullie eigenlijk bekende voetballers inzetten om daar een beetje mee te gaan spelen. Ja, je bent goed op de hoogte. Dat is wel, wel een beetje geheim. Ja, sneak preview. Waar we mee bezig zijn is bekende voetballers. Die verbinden aan FC Urban. Ze zijn nu bezig met een soort van format waar eigenlijk een soort moneyball. Waar elke speler krijgt eigenlijk een budget. Allemaal gelijk. Dus het zijn bekende voetballers. Ja. En die mogen dan een team uit alle FC Urban spelers. Alle data die we hebben, kunnen ze dat kopen. Dus iedereen, profvoetbal is nog nooit zo dichtbij geweest. Iedereen kan dus ineens onder zijn hoede van een topvoetballer komen. En die topvoetballers gaan dan weer tegen elkaar battelen op Urban Spots. Dus dat op dat dak van het hotel heb je dan een team profvoetballer A en B. Ja. Ik ga nog niet de namen zeggen. En dan kunnen ze ook weer spelers van elkaar wegkapen. En daar zit een heel verhaal weer omheen. Dus dat zou heel tof zijn als dat van de grond komt. Waar we nu al druk mee bezig zijn. En hoe ziet zo'n model er dan uit, zo'n samenwerking? Want jullie zijn er druk bezig om dat nu op poten te zetten. Is dat dan een hele dure campagne? Lift je een beetje mee op de goodwill van die spelers? Ja, dus een beetje. We kunnen natuurlijk niet, bijvoorbeeld Ronaldo, die vraagt volgens mij 900.000 euro per post. Dat kunnen wij niet betalen. Dus het moet heel erg van de voetballers die het gewoon gaaf vinden. En giving back to the football community. Dat het meer daarin zit dan dat we ze onder contract kunnen nemen. Dat heeft geen zin. Maar het model is gewoon heel erg leuk. Dat je gewoon heel erg serieus ineens op het Vondelpark staan er een team van profvoetballer A en tegen profvoetballer B te spelen. Weinig. Ja. Ik zei in het begin al van je doet het best wel simpel klinken. Maar elke ondernemer loopt natuurlijk zo nu en dan tegen een muur. Ja. Welke muren ben jij zoal tegengekomen? Ja, in het begin heel erg de operationele kant. In het begin waren we natuurlijk en de speler en de scheidsrechter bij elkaar. Ja. Hadden we hesjes. We hebben alle Urban Box hebben we. Die is opgeslagen bij een café dicht bij de spot. Mm-hmm. Dus die wordt dan naar de spot gerold. Daar staan goals in. Hadden we ook de hesjes in. Dachten we, doen we die hesjes weer terug in die box. Dat was na één wedstrijd natuurlijk, ging dat gigantisch ruiken. Dus dat werkte niet. En toen waren we een soort hele wasservice, hadden we bedacht dat we al die wasjes konden draaien thuis. Dat werkte natuurlijk ook niet. En nu hebben we elke Urban Master een FPH, een fluitpomp en een hespakket. Daar zitten de hesjes in. Zijn ze zelf voor verantwoordelijk dat gewassen wordt. Dus krijgen ze ook direct feedback van de spelers als het niet gewassen is. Dus al heel erg in die kleine dingen waar je van tevoren daar niet over nadenkt. En dat zie je dan in praktijk gebeuren. Ja. Dat zijn eigenlijk geen levensgrote problemen. Nee, dat zijn geen levensgrote problemen. Nog niet. Ja, eigenlijk het enige, hoe je van 0 naar 1000 is het moeilijkste. En dan van 1000 dat je die stap kan maken naar 30.000. Dat is denk ik de volgende stap.
Ja. Ik zat even naar je LinkedIn-profiel te kijken en ik zie allemaal zeer nette studies. Hè, tot, ja. MBA aan toe. Ja. Heb je daar nou wat aan? In ik denk uiteindelijk, ik wilde altijd al ondernemen, maar ik vond het wel belangrijk dat je heel veel kennis of dat je daarin had. Dus vandaar dat ik mezelf daarin had geschoold. Dus ik denk wel dat je er iets aan hebt, maar ja, het meeste leer je gewoon door het gewoon te doen. By far het meeste leer je daarvan. Ja. Het is goed voor de contacten geweest. De bepaalde dingen wat je leert, maar het meeste leer je gewoon door get out of the building en daar te zijn. Dan leer je het snelst. En dan zag ik ook op je profiel staan dat je nog betrokken bent bij een ander bedrijf. F-Sherman is wel echt de main focus. Wat met een boot, hè? Nee, dat was het project waar Kees en ik ooit mee bezig waren. Hadden we een heel gaaf boot gecharterd en hadden we daar een evenement op georganiseerd, dat dat heel tof was. En toen, dat was die brainstormdag waar we over praten en toen kwam dat eigenlijk. Ja, maar alle ballen op FC Urban. Ja, daar zijn we nu wel echt druk mee bezig, ja. Nou, ja. Gaan kijken hoe het zich verder ontwikkelt. Leuk dat je was, Joep. Dank je voor de toelichting. Ja. Veel succes. Ja. En voor de kijkers, als je meer wil zien, vink dan even het duimpje aan naast dit scherm. Dan krijg je ze allemaal voorbij. Tot de volgende keer.